Het moet een vreemd gezicht zijn voor voorbijgangers. Tijgers in een weiland bij Elst. Hi meisjes, kom eens hier. De dieren zijn van circus Belly Wien en ze hebben één hele trouwe fan. Hoe komt dat nou dat hij zo lief doet tegen je dan? Als je liefde geeft, krijg je terug, zeg ik altijd. En dat is met elk dier zo. Als je een dier een teken uitreikt, zeg maar, dan krijg je het een keer terug. Nina, kom eens hier. Richard Evers voedde twee van de tijgers op. De welpjes waren verstoten door hun moeder. Bij Richard thuis hielp hij ze er weer bovenop. Hier is jouw bom, kijk. 11 maanden later loopt hij met de tijgers rond, alsof hij gewoon de hond uitlaat. Ze logeren even bij de dierenarts voor herstel na een operatie. En Evers kan ze nu dus dagelijks opzoeken. Maar dat hij ze zo vaak ziet, is geen uitzondering. Kom maar deze kant. Maar normaal gesproken, ik heb een caravan gekocht, die staat dan daar. En daar reis ik eigenlijk elke week mee, het circus mee achterna. En dan gaan we meestal de dinsdag, de donderdag er naartoe. En dan uiteindelijk het weekend zijn we bij de tijgertjes. Wat is het dan? Hè? Zo vaak mogelijk bij de tijgers zijn. Dat is een jongensdroom voor Evers. Vroeger veel in een dierentuin en dan kon ik uiteindelijk wel anderhalf uur zeg maar, bij zo'n tijger gaan zitten kijken hoe dat idee. En ja, meestal lagen ze natuurlijk wel. Proberen ze altijd wel dicht in de buurt te komen om te kunnen aaien, maar dat ging natuurlijk niet. Het fascineert me toch wel, want het zijn hele grote katten. Een klein naaktkatje, dat was niet genoeg, begrijp je? Nee, klein naaktkatje, dat is toch iets anders. Nee.